Een vraag die ik heel dikwijls krijg is: waarom heb ik toch geen onberispelijk glad gazon? Ik doe er alles aan. Ik ga het onkruid bestrijden met een middel tegen breedbladige onkruid. Ik ga er zelfs met een mesje de laatste paardenbloem uithalen. Ik laat elk jaar een keertje, of ik doe het zelf, verticuteren. Dan gaat al het mos en de viltlaag eruit. En ik geef mijn voedingsstoffen bij tijds in het najaar mest, in de winter, einde van de winter kalk, in het voorjaar een goede voorjaarsmeststof. En toch heb ik geen onberispelijk gazon. En dat is omdat we eigenlijk, met z'n allen hoor, één handeling vergeten die nu perfect kan gebeuren. Wel door een professional, door een tuinaannemer. En die behandeling die noemen we doorzaaien. En dat doet de tuinaannemer met een doorzaaimachine. En wat doet die machine? Wel, die gaat zaadjes van de fijnste grassoorten in het gazon gaan leggen. En die zaadjes die zijn gekoot, zodanig dat ze snel kiemen. En die tuinaannemer die gaat het op het goede moment doen. Voorjaar of zeker op het einde van de zomer, heel goede periode, september, oktober. Omdat de bodem nog warm is, dat gras dat gaat heel snel kiemen, dat graszaad. En dan moet je natuurlijk zelf wat gaan doen. En wat moet je doen? Wel, je moet in de oog houden dat het niet kan opdrogen. Want als die zaadjes heel snel kiemen en het wordt dan heel droog, ja, dan gaan ze ook weer verdorren of afsterven. Dus op tijd water geven. Goed dat gazon eens een keertje nat zetten. En dan moet je ook, want die tuinaannemer die is maar eventjes geweest, dat moet je dus zelf doen, maar dan moet je ook ervoor zorgen dat je niet te snel je gazon gaat maaien. Want anders ga je die hele jonge plantjes misschien wel lostrekken. Dus een dag of 10 wachten tot die plantjes, die jonge zaailingen, stevig genoeg zijn. Daarmee verjong je het gazon met door te zaaien. Maar je zou het elk jaar moeten doen. Dat zou een automatisme moeten zijn. Geef eventjes een seintje aan je tuinaannemer. Wel, het is nu de moment om nog eens door te zaaien, meneer of mevrouw. En dan komt hij wel. Hij zal ervoor zorgen dat het gazon heel kort gemaaid wordt. Daarna gaat hij erover met een verticuteermachine. Door dat verticuteren is het mos eruit, is de viltlaag helemaal losgetrokken. En dan gaat de tuinaannemer aan de slag met een doorzaaimachine.